In de boksschool was een grote beamer opgehangen waar de wedstrijd gevolgd kon worden. Zowel Rico als Badder-fans waren aanwezig. Wordt het Badder of Rico vanavond? Badder. En waarom? Omdat hij Marokkaans is. Badder, Rico. Badder, Badder. Rico. Ga jij weg, man. Ik denk Rico. Ik zeg Badder. Waarom? Omdat hij gewoon top is. En Rico is een sportman, maar Badr Hari is een vechter. Ik hoop dat Rico wint. We moeten een Nederlandse supporter toch? Ik ben ook een Nederlander. De sfeer in de zaal was gespannen, maar dat was van korte duur. In de tweede ronde raakte na 1 minuut en 22 seconden Badr al gewond aan zijn arm. Hij is over. Badr moet iets buitengewoon doen en hij kan dat. Maar Badr in zijn toptijd, die neemt zoiets. Heb je even oud. Had je dit verwacht? Nee, helemaal niet. Rico verdient echt respect. Hij heeft goed gevochten. Iedereen dacht dat hij bang voor Badr. Maar helemaal niet. Hij laat zien aan de hele wereld dat hij kan echt vechten. Zo wil je het eigenlijk niet hebben. Ik was gewoon voor Badr. Voor degene die de wedstrijd toch een beetje een teleurstelling vond, niet getreurd. Badr en Rico lieten direct al weten een rematch wel te zien zitten.